Is dit het moment van de waarheid? Is dit al de envelop met het bedrag? Oh mijn god. Is het vlogdag? Dat is lastig in je eentje blind proeven. Want je van heel rauw, uniek. Er is een pakketje naar je onderweg. Die melding kreeg ik vannacht voordat ik ging slapen via de PostNL app. Dit is geen reclame. Ik dacht, oh leuk, een pakketje of een brief van iemand. Dus ik open de app. En wat staat daar? Een blauwe envelop. Van de Belastingdienst. En als ik heel ver inzoomde, kon ik ook nog het woord berekening zien staan onder mijn adres. Dus het is geen verlaten verjaardagskaart. Die brief komt vanmiddag binnen. Postbode komt hier altijd redelijk laat. En ik zal natuurlijk met jullie delen wat erin staat. En ik ben er wel... Ja, ik ben al... Van een blauwe envelop wordt iedereen een beetje zenuwachtig volgens mij. Maar ja, is dit al de envelop? De envelop met het bedrag? Ja, dat denk ik eigenlijk niet. Want ik heb namelijk over een paar weken nog één keer een afspraak met zowel mijn boekhouder als die man van de Belastingdienst. Die hier al een keer is geweest. Hier bij mij thuis. Dus dat ook erg veel zin in. Maar ik dacht dat dat een beetje een soort afrondend gesprek was. En dat daarna ik misschien het bedrag zou krijgen. Maar misschien zijn ze eerder. Of misschien doen ze eerst een deel. Of het is iets anders. Misschien is het de omzetbelasting. Maar ik dacht dat je daar helemaal geen brief meer van kreeg tegenwoordig. Oh, spannend wel. Gelukkig heb ik genoeg afleiding vandaag. Ik ga niet voor de brievenbus zitten wachten. Ik ga met Jelle naar Zwolle, naar het museum, naar de fundatie. We wilden er altijd al een keer naartoe. Mijn moeder die tipte een expositie die daar op dit moment is. En Zwolle is heel handig zo precies tussen Jelle en mij in. Dus dan kunnen we soort elkaar halverwege ontmoeten en dan samen naar Hilversum. En ik vind Zwolle sowieso een hele leuke stad. Volgens mij is het ook redelijk goed weer. Gaat het vandaag regenen in Zwolle? Het is waarschijnlijk dat heet in de middag vanaf 14 uur gaat regenen. Met aanhoudende regen tot laat in de nacht in Zwolle in Verenigde Staten. Verenigde Staten? Zwolle in de Verenigde Staten? Huh? Is er een Zwolle in de Verenigde Staten? Nou, volgens buienradar gaat het niet regenen. Behalve misschien in de Verenigde Staten. Dan nog een update over Kai. Oh, zit je er charmant bij. Ja, moet ook schoongemaakt worden. Die dikke poes had zich weer eens flink bezeerd. In een vechtpartij. Waarschijnlijk met een van de buurtkaters. En hij had een wondje in zijn oor. Echt een heel klein wondje. Maar er was een enorme ontsteking ontstaan. Zag er niet best uit. En hij had er heel erg veel pijn van. Hij zat zo met zijn koppie hing zo. En zijn oor zat zo half naar beneden. Echt. Ja, het was echt een heel zielig gezicht. Ja, dit is wel mijn favoriete pose, denk ik. Dus we waren naar de dierenarts gegaan. Met drie mensen hebben we moeten vasthouden. Maar toen kreeg hij antibiotica. Toen ging het al een stuk beter. Gisteren heeft hij zijn tweede antibiotica shot gekregen. Nou, hij lijkt wel weer best wel helemaal de oude eigenlijk. Maar goed, het was wel weer een duur grapje, want alles bij elkaar kost het iets meer dan 70 euro. Gelukkig was ik eerder dit jaar zo slim geweest om een verzekering af te sluiten voor Kai. Ja, ook niet goedkoop, maar die komt nu wel van pas. Tenminste, als ze dit dekken, het is een ongevallenverzekering. Ik weet niet of een vechtpartij onder een ongeval valt. Ja, het belangrijkste is natuurlijk dat Kai gezond en wel is. Een enorme trend tegenwoordig om abonnement te nemen op spullen. Abonnement op scheermesjes, abonnement op olijfolie zag ik laatst, abonnement op onderbroeken, abonnement op kattenvoer. Ik vraag me af hoe nuttig dat allemaal is, maar er is één abonnement waar ik iedere keer erg blij van word en dat is Pakuli koffie. Hij is er weer, ik heb de Discover Monthly, dus dat is iedere maand een andere koffie. En dit keer zijn het de Kola Bolcha bonen uit Ethiopië. En hou je vast voor de smaken. Gummiberen en jasmijn. Gummiberen. Wil ik dat mijn koffie naar gummiberen smaakt, is de vraag. Nou, een beetje zoetig is wel lekker op zich. Er is toch echt bijna niks lekkerder dan de geur van vers gebrande koffiebonen. Nou, vers gemalen koffiebonen. Dat is nog lekkerder. Als je denkt, dat wil ik ook wel. Een koffieabonnement. Wakuli heeft dus bonen, maar ze hebben ook gewoon gemalen koffie of cupjes. En als je mijn code gebruikt, Brams Koffie, krijg je 50% korting op je eerste bestelling. Er is nog een pakket binnengekomen, een gigantisch pakket.
Daarover straks meer, maar ik ga eerst even ontbijten. En is het weer eens tijd voor Bram's Mega Vega Show, de mini-editie. Ik ben Bram en ik hou van vlees, maar ook van dieren. Geen handige combinatie. Gelukkig zijn er steeds meer vegetarische vleesvervangers te koop, die ook steeds meer naar echt vlees smaken. In deze serie proef ik die vleesvervangers en test ik of ik het verschil met vlees kan proeven. Welkom bij Bram's Mega Vega Show. Kijk, Van Les heeft deze nieuwe vegetarische kipgrilworst. En ik vind dat Van Les altijd best wel goede vleesvervangers heeft. De kleur is wel... wat dubieus. Oh, het is een product uit smeltkaas en kippeneiwit met toegevoegd ijzer. En die ga ik natuurlijk vergelijken met de grilworstkip van de kip. Waar ik erg gek op ben, dus ik hoop dat deze lekker is. Ik ga de beide grilworsten blind proeven. Qua kleur is het wel, ja, het verschil is wel groot. Je zou denken, als je het dan toch probeert te imiteren, doe er dan ook wat kleurstof bij. En ja, in een ideale wereld zou ik het verschil niet kunnen proeven, maar ik zou ook al heel blij zijn als het gewoon lekker is. Oké, even draaien, zodat ik het niet meer weet. Oh, oké, daar gaat de eerste. Nou, heb ik deze al geproefd? Best lastig in je eentje blind proeven. Ik hoop dan niet dat dit niet degene is die ik al heb geproefd. Nou, de smaken komen inderdaad dicht bij elkaar. Ik denk dat deze de vega is, omdat hij wat zachter is. Ja, hij heeft gewoon net iets minder pit, iets minder intense smaak. En deze, ja, deze smaakt gewoon echt naar kip. Dit is vega, dit is kip. Ja, ik had het goed. Helaas eigenlijk. Maar het is zeker niet vies. Het is wel een beetje sponsig qua structuur. En ja, is het nou gegrild? Dat weet ik eigenlijk niet. Als het gemaakt is van smeltkaas, kun je het waarschijnlijk niet grillen. En deze... Nou, vraag me af, waarom zit er nou zo weinig smaak aan die vega variant? Want je hebt bijvoorbeeld ook chips met kipsmaak, die gewoon vegan is zelfs volgens mij, of vega, die heel erg intens naar kip smaakt. Dus volgens mij is er gewoon een soort smaakstof die je erbij kan doen waardoor het naar kip gaat smaken. En dat is toch niet echt het geval. En er is vast ook wel een smaakstof die het een beetje een grillsmaak geeft. Dat is ook niet echt het geval. Nou, heel in de verte. Ook een beetje bitter, maar niet vies. Als je al wat langer naar mijn video's kijkt, dan weet je dat ik een ongelofelijke hekel heb aan stofzuigen. Ik vind het gewoon zo'n onbevredigend klusje. Ik heb altijd het idee dat ik gewoon een beetje zo stof heen en weer aan het schuiven ben. En als je wat langer naar mijn video's kijkt, dan weet je ook hoe blij ik ben met mijn Dyson stofzuiger. En nou heb ik hier in mijn handen de nieuwe Dyson V12 Detect Slim Absolute. Dit is denk ik echt de lichtste stofzuiger die ik ooit heb vastgehouden. En eigenlijk alles aan deze stofzuiger is erop gericht om stofzuigen een bevredigend klusje te maken. Bijvoorbeeld dat lampje wat je net zag is de laser detect van de Fluffy Motorhead. Daarmee zie je allemaal stof liggen op de vloer wat je normaal gesproken misschien over het hoofd zou zien. Hier op de bovenkant zie je een grafiekje met hoeveel stofdeeltjes je al hebt opgezogen. Want er zit namelijk een sensor in de opvangbak. Dus dan weet je helemaal zeker dat het echt nut heeft wat je aan het doen bent. En is het hier in huis natuurlijk een constant gevecht tegen kattenharen. En daar is deze borstel er weer geweldig voor. De schroefvormige klitvrije borstel. Kijk, dit is een beetje Kai's hoekje op de bank. En hier zitten allemaal kattenharen. En hier ben ik heel blij mee. Dit is een knop waarmee je hem aan en uit kan zetten. En dat is in plaats van de bekende trigger die hier aan het handvat zat. Want ik kreeg soms toch een beetje last van mijn vingers door. En dan heb ik ook nog deze fantastische pet grooming kit erbij gekregen. Het is precies wat je denkt. Het is een borstel voor je huisdier. Maar dan verbonden aan je stofzuiger, zodat het haar meteen wordt opgezogen. Het is natuurlijk op zich wel het slimste om die haren gewoon meteen bij de bron op te zuigen in plaats van je bank. Nou, moet ik nog zien of Kai dit ziet zitten, want die is normaal gesproken niet echt dol op de stofzuiger. Gek genoeg. Kai moet er nog even aan wennen, helaas. Dankjewel Dyson voor de stofzuiger en voor de leuke samenwerking. Als je benieuwd bent, ik zet een linkje in de beschrijving onder deze video. Vlogdag. Kijk, daar is hij, de fundatie. Jaren 90 van de vorige eeuw veroverde Neo Rang de
kunstwereld met zijn figuratieve schilderijen. Zijn werk viel toen de tijd buiten de boot van de hedendaagse kunst. Het was niet abstract en niet conceptueel. Zodra je zijn wereld bent binnengetreden, verlies je stap voor stap je grip. Dat het alles wat je zeker lijkt ineens onzeker is. Ik snap niet wat er hier allemaal stond, maar we gaan er gewoon van genieten. Neo Rauch is een Duitse kunstenaar die bekend werd in de jaren 90 met deze bevreemdende donkere schilderijen, die op een bepaalde manier ook weer heel toegankelijk zijn dankzij de mooie kleuren en het strippenachtige. Ze gaven mij het gevoel dat je in een soort wereld zit, een soort verhaal dat je net niet helemaal snapt. En deze tentoonstelling is nog tot 8 januari volgend jaar te zien in de Fundatie in Zwolle. Raad in de comments hoe deze dikke duif heet. Echt een dikke vette gouden duif. En hij heet echt de dikke vette gouden vredesduif. A big fat golden dove of peace. Hier staat een grappige vraag in een interview. Er staat, doe je er als beschouwer wel goed aan om jouw werken te willen begrijpen? Nee, lacht fijntjes. Vond je het? In de Fundatie? Mooi. Vond je van Rauch? Neo Rauch? Uniek. Er was wel veel te zien. Ja, op ieder schilderij was veel te zien. Vond de kleuren erg mooi. Het was heel bevreemdend inderdaad. Iedere verdieping die we verder kwamen werd het steeds weirder en surrealistischer. Ja. En op een gegeven moment voel je alsof je in een soort trip zit. Ik denk dat hij in een trip zat toen hij het allemaal maakte. Ja, ik vond het heel echt een goede tip. Ik snap wel dat mijn moeder dit mooi vond. Ik snap ook wel dat mijn moeder dacht dat ik het ook wel mooi zou vinden. Ja? Ja, een beetje zo donker, vreemd. Maar wel echt hele mooie kleuren. Zo in één keer zo roze er doorheen. Jij zei wel heel mooi dat het een beetje een eng gevoel was. Maar ja, dat de dingen die werden afgebeeld niet per se eng waren. Oh ja, er waren geen gruwelijkheden, maar wel heel veel dreiging. Ik vond het wel echt een aanrader en een heel erg mooi gebouw. Leuk. Vaker doen. Thanks, Joke. En nu? Eten. Oh, lekker. Tegenover het museum zit een theatercafé waar je lekker kan eten. Maar de prijzen waren wel echt ongelooflijk. Wij namen 2 gangen menu, dus dan ging het nog wel. Maar als je deze loaded fries los zou bestellen, betaal je €14,50 voor patat. Gelukkig betaalde Jelle alles. We zijn weer terug in Hilversum. We hebben lekker gegeten nog tegenover het café tegenover de Fundatie. En nu ben ik op zoek naar mijn fiets. Die moet hier ergens in de stalling staan, maar ik weet niet meer waar. Ik kan ook niet vinden met de app. Oh, ik zie hem. Ik zie hem. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar de blauwe envelop die op mij ligt te wachten thuis, als het goed is. Is dit het moment van de waarheid? Het is een heel dun briefje, dus het is niet een heel pak papier in ieder geval. Oh mijn god. Ik denk het niet hoor. Nee, het is de BTW teruggave. Ik krijg €82 terug dit kwartaal van de BTW. En dit klopt echt, want mijn boekhouder heeft het gedaan. De inspecteur komt aan het verzoek tegemoet. Nou, dat is fijn. Maar ja, eigenlijk mogen ze maar niet zomaar meer blauwe brieven sturen. Anticlimax, maar wel fijn. Dat valt weer mee. Wat een cliffhanger, hè? Maar als de echte brief gaat komen, zal ik het jullie ook zeker laten weten. Maar er komt dus nog een meeting met de belastinginspecteur en mijn boekhouder. Fun, zal ik jullie ook laten weten. Dankjewel voor het kijken en laat even in de comments weten of je nog museumtips hebt. Leuke tips met moderne kunst of een mooie expositie waar Jelle en ik zeker naartoe moeten. In een leuke stad, bij voorkeur. Dankjewel voor het kijken, kijk maar even. Doei! Oh, weer knap. Goed te gaap. Hier is een knappe poes. Jij. Ja.